welkom bij een nieuwe video van Wat Eet Je Dan Wel. Het is vandaag weer de hoogste tijd voor een nieuw deel van Vegan in de Supermarkt. Want er zijn weer wat nieuwe vegan producten verschenen en die ga ik vandaag proberen. En zoals je kunt zien is het merendeel van Albert Heijn. Laat ik beginnen bij de kaas. Plantaardige kaas, twee soorten. En voor zover ik weet is Albert Heijn de eerste supermarkt in Nederland die van het huismerk plantaardige kaas heeft. Op deze manier dan plakjes en geraspt. Dit zijn naturel plakjes. En de verpakking is hier een beetje beschadigd. Maar verder ziet het er heel goed uit. Ik heb hiervoor betaald €2,79. En het is op basis van zetmeel en kokosolie. En ik heb de ingrediënten op wateetjedanwel.nl gezet. Want die stonden nog niet op de website van Albert Heijn. Het doet mij in eerste instantie heel erg denken aan de plakjes van Violife. Ook qua structuur lijkt het erop. Ja, het ruikt volgens mij zoals die van Violife. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik heb trouwens nog Violife kaas in de koelkast. Ik ga het er even bij pakken. Ik heb gelukkig nog wat Violife kaas in de koelkast. Dus ik ga even kijken of er veel verschil tussen zit. Want ze zien er hetzelfde uit op het eerste gezicht. Oh nee, die van Violife die ruiken toch niet zoals die plakken van Albert Heijn. Maar ze voelen wel hetzelfde. Dezelfde structuur. Ook op basis van kokosolie en zetmeel. En dan een stukje van de Albert Heijn. Ja, die ruikt echt heel sterk, maar ik heb deze eerder geroken. Plantaardige plakken van Albert Heijn zijn in principe heel goed, vind ik. Ik vind ze lekker. Maar die zijn een beetje zuurder dan deze. Deze is wat milder. Deze heeft wel mijn voorkeur, maar die zijn ook wel een stukje duurder. Op zich is dit prima kaas. Ik weet nog niet hoe die smelt, maar ik verwacht hetzelfde als Violife. Want de ingrediënten zijn nagenoeg hetzelfde. Ze lijken dus heel erg op elkaar. Violife heeft wel een voorkeur, maar dit is absoluut een goede tweede. Voor de geraspte heb ik €2,69 betaald. En dat is een zak van 200 gram. Ik ga gewoon een klein beetje proeven. Ook op basis van zetmeel en kokosolie. Het is heel dun. Het is heel anders dan bijvoorbeeld Wilmersburger. Die is veel dikker en dit is echt heel dun. Ik denk dat het heel goed smelt. Oh, lekker. Je merkt wel dat het op basis van kokosolie is. Het smelt wel gelijk in je mond ook. Dit zal het heel goed doen over een lasagne bijvoorbeeld. Ik ga deze proberen binnenkort in een ovenschotel. En dan de cashew spreads. Die heb ik al geproefd. Je hebt een naturel cashew spread. En die vind ik wel prima. Meer echt als een soort basis voor bijvoorbeeld een bagel met wortelzalm. Maar deze is echt waanzinnig lekker. Ik heb er dus al van gegeten, dus hij is al aangebroken. Doet me denken aan smeerkaas met sambal die ik vroeger heel graag at. Hij is behoorlijk pittig. Er zit natuurlijk jalapeno peper in. En het is een hele romige structuur van de cashewnoten. Deze is €1,99, de naturel. En deze met sweet jalapeno is €2,59. Dus die is wel wat duurder dan de naturel. Maar wat mij betreft dubbel en dwars waard. En dan ook bij Albert Heijn deze plantaardige knoflooksaus. Deze kun je vinden op de afdeling bij de tapas en de kaasafdeling. En ik vermoed dat deze hetzelfde zal smaken zoals die van Jumbo. Want Jumbo heeft deze al een paar jaar. Ook plantaardig en die is wel wat goedkoper. Want deze kost €1,50 voor een kuipje met 150 gram. Volgens mij is die van Jumbo rond €1. Dus dat scheelt nogal. Maar ja, mocht je geen Jumbo in de buurt hebben, dan is dit natuurlijk een heel goed alternatief. Het is een hele dunne knoflooksaus. Hij is heel dun. En ik maak zelf graag knoflooksaus. Dat is heel eenvoudig. Ik meng dan wat vegan mayonaise, bijvoorbeeld Remia Majolijn, met wat teentjes knoflook. Klein beetje water om het te verdunnen. En dan wat peterselie, peper en zout. En dan heb je een heerlijke knoflooksaus. Maar het is natuurlijk ook wel handig om het kant-en-klaar te hebben. Ik ben heel benieuwd naar deze. Hij ruikt echt naar knoflooksaus zoals ik die van vroeger ken, uit zo'n glazen fles. Lekker. Als je niet beter weet, is dit gewoon knoflooksaus. Ja, ik vind deze heel erg lekker. En ik heb ook hiervan de ingrediënten op wateetjedanwel.nl gezet. En die zal ik hieronder linken, het artikel. Ja, ik vind dit een hele lekkere knoflooksaus. Heel romig. En hij is op basis van raapolie, water, dextrose, azijn, suiker, ook weer die zetmeel. En gek genoeg zit er maar 1,5% knoflook in. Dat vind ik dan wel weer apart. Knoflooksaus en zit er maar 1,5% in. Maar toch proef je de knoflook echt heel goed. Deze is wel lekker bij wat plantaardige shawarma bijvoorbeeld. En dan heb ik nog twee producten
van de snoepafdeling. Laat ik beginnen met deze. Ik heb hier al eentje van geprobeerd. En wat ik niet wist toen ik het kocht, en ik had het kunnen weten, want het staat op de verpakking, per stuk verpakt. En dat vind ik echt heel vreemd. In 2020 om snoepjes per stuk te verpakken, is eigenlijk een beetje nat dan. Want het is helemaal niet nodig. Dit zijn namelijk fruitgums, soort wijngums met stevia-extract, dus suikervrij. Per stuk verpakt, ideaal om mee te nemen. Nou, ik vind dat echt onzin, want je kan zo'n zakje toch ook prima meenemen. Maar ze vonden het nodig om ze allemaal zo te verpakken. En als ik dat had geweten, had ik ze niet gekocht. Maar ik neem ze toch mee voor deze serie, want het is vegan en het is in de supermarkt. En dan kun je zelf de keuze maken of je het wil kopen of niet. En eerlijk is eerlijk, ze zijn wel heel erg lekker. Het zijn van die zachte... Ja, het is niet echt een wijngum, maar van die zachte fruitgums met een... ik weet eigenlijk niet wat er dan omheen zit als het suikervrij is. Wat er dan omheen zit? Maltitol? Ja, ik kan het niet eens uitspreken. Het zal vast niet gezond zijn, maar snoep is ook niet bedoeld om gezond te zijn. Wel heel lekker. Dat wel. Maar dit... Dit snap ik echt niet. En voor een zakje met 70 gram heb ik €1,59 betaald. En ik heb hem bij Albert Heijn gekocht, maar ik neem aan dat andere supermarkten hem ook verkopen. En dan het laatste product. Het zijn oldtimer dropjes. En die heb ik al eens eerder laten zien in Vegan in de supermarkt. Oldtimers gebruikt geen gelatine en geen bijenwas om de drop te maken, wat natuurlijk top is. Ik vind de drop echt heel lekker. Alleen, dus de dropjes zelf zijn niet nieuw, maar wel is nieuw dat deze... samen in een mix zitten, in een doosje. Dan hoef je dus niet meer te kiezen. Hier zit in zoet, zout en salmiak. Dus de dropjes ken ik al wel. Voor zo'n doosje met inhoud van 300 gram betaalde ik €2,49. Bij Albert Heijn, maar ook volgens mij zijn ze bij andere supermarkten ook verkrijgbaar. En dit is de mix. En dan ken ik de namen niet uit mijn hoofd. Maar deze twee zijn een beetje salmiak-achtig. Deze is zoet. En deze vind ik zelf het minst, deze namelijk zout. Die vind ik niet zo heel lekker, maar deze drie vind ik echt heel erg lekker. En ze zijn ook glutenvrij. Nou, dat waren ze allemaal. Tot zover de producten van deze keer. Ja, ik heb een absolute favoriet, dat is deze. Het is echt heel erg lekker. Het is niet echt de structuur van smeerkaas, maar meer de smaak. Ik vind het er heel erg op lijken. Het doet me er echt aan denken. Dus deze ga ik absoluut vaker kopen. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het een leuke video vond. En tot de volgende keer. Doeg!